26 augustus 1976, een zwoele zomeravond. Jan Cox, een oude man, 84 jaar, zit alleen in zijn atelier. Leest op dat moment in een kunstboek. Naast hem ligt zijn gehoorapparaat, vlak voor het keukenraam. En dat was eigenlijk het enige raam dat min of meer licht doorliet, omdat alle rolluiken in het atelier al naar beneden waren gelaten. Van daaruit is de moordenaar toegeslopen. Die heeft dan waarschijnlijk de ruit ingebroken. En van daaruit heeft hij dan de schoten gelost op Jan Cox. Jan Cox is naar achter gevallen met zijn stoel en is nadien ook zo teruggevonden in een opgedroogde plas bloed achter de tafel. Dit is de perfecte moord. Dus het poortwapen is nooit teruggevonden, men weet. Allee, dus de sporen zijn wat dat betreft zeer goed uitgewist. Koen Broeke is een meester in het reanimeren van historische of fictieve personages. Voor zijn laatste project ging hij op zoek naar de waarheid in het werk van avant-garde kunstenaar Jan Cox. De moord is tot op vandaag een mysterie dat erom vraagt opgelost te worden. Er zijn eigenlijk evenveel hypothesen als bij wijze van spreken boekhoudenaars er zijn. Dus iedere boekhoudenaar die met wie ik nog heb gepraat, die hebben allemaal wel hun verhaal en hun hypothese. Dat is die vaas van jou, met die vinger. Ja. De belangrijkheid van Jan Cox voor de oorlog kun je perfect afmeten aan dus de aandacht die je krijgt in een belangrijke kunsttijdschrift. En die is even groot als alle kunstenaars die heden als belangrijk worden beschouwd. En Joseph Peters of een Michel Suffar of een Victor Servranckx, zelfs een Magritte. En je ziet dat er evenveel, niet alleen reviews zijn, maar ook artikels, grote artikels over zijn meubels, over zijn keramiek, over zijn schilderijen. In het nieuws, middagnieuws, werd ineens gezegd, Jan Cox is vermoord in Boeghout. Bang, dat was, ja, ben ik wel in de heldere hemel en vandaar heb ik het vernomen, krant gelezen. Het was heel verwonderlijk. En hier zit dan eigenlijk de doosbrief in. En het artikel. Dus van, kijk, een schilder Jan Cox is zijn woning doodgeschoten. Ik was eerst de indruk ontdaan, ze hebben de verkeerde Jan Cox neergeschoten. maar ja, blijkbaar zijn er heel andere verhalen en heel andere beweegredenen geweest. En dat was natuurlijk een heel spektakel als ze hem daar vermoord gevonden hebben. Hè. Dan gelukkig heb ik niet de dood moeten gaan vaststellen, want ik had met pijn in het hart dat ik dat zou moeten doen hebben. Maar het is waarschijnlijk de wetsdokter die toen geweest is voor de dood vast te stellen. En dan, ja, er is van alles verklapt over die doodsoorzaak, maar er nooit fijn van geweten. Dus, en toen ik er binnen geweest ben, toen wordt hij iets speciaals gezien ook niet. Maar alleen dat. Dat valt onder het beroepsgeheim, maar ik heb niks gezien. Dat was een heel prestatie om op die leeftijd nog neergeschoten te worden, vind ik. Ik vind, als dat zo lang ligt te broeden, dan moet dat toch wel heel diep gezeten hebben. Het zal waarschijnlijk wel een wraakactie geweest hebben. En ze hebben zelfs het geënt met zijn voeten, zijn gezicht kapot gestampt enzovoorts allemaal, en zijn lichaam gestampt. En dan zijn ze zo langs achter terug vertrokken. En ze moeten meer dan één geweest hebben, moeten verschillende geweest hebben. Maar de reden, ze zaten er vrouwen achter, niemand weet het. Hij zag wel graag naar de vrouwtjes. Die indruk, dat kreeg ik wel. En ook in zijn werk kun je dat wel dat terugvinden, dat het vrouwelijke figuur. En dat hem dat wel iets deed. Hij dronk ook graag zijn trappietje. Hij was dus een soort levensgenieter. Dat zijn echt die typische vormen van hem van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo die skyline van de moderne stad eigenlijk. Als je de brieven leest van, laten we zeggen, de jaren 30 van Jan Cox, dan zie je dat iemand op zwart staat zit. En als hij dan natuurlijk het aanbod krijgt om voor een organisatie dood te werken, dat hij dat met beide handen heeft aangegrepen om toch nog rond te komen. In de zin dat hij heeft gewerkt voor die Duitse aannemer en dan bunkers heeft gedecoreerd en kantines gedecoreerd tot aan het oostfront toe, wat zijn vooroorlogse vrienden kwalijk hebben genomen.
Het eerste wat een kunstenaar overkomt, is dat hij verzwegen wordt. Dat is eigenlijk wat Jan Cox overkomt. Een van de dingen die totaal braak ligt, is het feit dat we heel veel zwart-wit foto's hebben teruggevonden van Jan Cox. Van werk van Jan Cox, dat spoorloos is. En in die zin ben ik eigenlijk aan de slag gegaan met die zwart-wit foto's en ben ik die terug in kleur gaan zetten, omdat eigenlijk de belangrijkste factor in het werk van Jan Cox kleur is. Het is helemaal niet de bedoeling om het publiek nu zijn lesje te leren of te laten zien hoe dat die schilderijen er zouden hebben uitgezien. In die zin zijn het absoluut geen reconstructies. Als ik dat zie, dan voel ik eigenlijk achter die zwart-wit foto's een soort van vraag. En eigenlijk loopt dat vrij parallel met dat onderzoek. Als ik dus die naakte feiten leer kennen, dan zit daar ook die vraag in van doe daar iets mee. Van, bij wijze van spreken, los mij op, los het mysterie op. En het is voor mij evengoed mysterie dat ik eigenlijk oplos.